Het is voorjaar 2016. Het college van BMW staat voor een forse bezuinigingsronde opgelegd door Den Haag. Nijmegen moet ongeveer 8 miljoen euro bezuinigen. Ook wethouder Toerkay Tankier moet bezuinigen. 2 miljoen om precies te zijn. 7 ton daarvan wil hij bezuinigen op de armoedebestrijding. De hele kwestie zal uiteindelijk het einde van de politieke loopbaan van de wethouder inluiden. De mensen die langdurig in bijstand zitten, te krijgen van ons een vergoeding om een nieuwe, bijvoorbeeld een wasmachine aan te schaffen. En daarvoor betalen wij vaak, zeg maar, destijds, heel goede prijs voor. Wij betalen bijvoorbeeld voor een wasmachine iets van 725 euro. Dat was best een, hoge prijs. En wij hadden ook gezien dat het inmiddels prijzen, ook vanwege de crisis, best wat gezakt zijn. Daarop gebaseerd hebben wij gezegd, als wij van de nieuwe prijs 25% afhalen, kunnen mensen nog alsnog een goede wasmachine, zelfs nog een A-label wasmachine kopen. Daar hoeft er niemand onder te lijden. Dat was een van de maatregelen. Tankier keert met het besluit terug naar zijn fractie. We hadden als college een goede oplossing gevonden. En vervolgens werd dat zo'n oplossing natuurlijk binnen de coalitiefracties gesproken. Alle partijen vonden goed, behalve PvdA-fractie. Die vonden dat het die 2 miljoen bezuiniging in de programma niet kunnen. Maar jongens, ik heb in de college mijn best gedaan. En dit was het meest haalbare, vanuit mijn positie. Want ik zit ook maar in mijn eentje vanuit de partij, zevenkoppige college. Zoveel macht hebben wij ook weer niet met onze 4 zetels, in de raad. Dit was het meest haalbare. Aanvankelijk is de PvdA-fractie niet ontevreden. Nou, eerst waren ze wel mee eens. Maar ondertussen gebeurde nog iets anders. Want er waren veel stuurbewegingen, binnen de coalitie. En ook veel irritaties, vanuit tussen de PvdA en de andere fracties. Omdat PvdA zelf te veel oppositie ging voeren binnen de coalitie. Dan begint het zomerreces. Ik kwam van de vakantie terug. En begon de fractie opnieuw over de 2 miljoen. Toen zeiden per mens, ja, je had ook met je portefeuille kunnen zwaaien. En toen zei ik, oké, stel voor, ik had gezegd, als jullie niet doen wat ik wil, of wat mijn fractie wil, dan stap ik eruit. En dan zeggen ze, Toerkay, als jij graag uit wil stappen, stap maar uit, want we hebben PvdA niet echt voor nodig. Wat doen jullie dan? Toen krijg ik geen antwoord. En toen begon bij mij duidelijk, er speelt hier iets. Maar omdat we zo met elkaar op basis van vertrouwen en met elkaar goed contact hebben, omging, dus had ik zelf niet stilgestaan dat zij ook allerlei plannen hebben. Maar die plannen waren er wel degelijk. Achteraf blijkt dat ze plannen hadden om met mij een soort breuk te realiseren en dan iemand anders van de fractie in de coalitie te zetten. Dat bleek echter anders te zijn. Ik werd 's morgens gebeld door de partijvoorzitter of wij 5 uur om even bij elkaar kunnen komen, met de fractievoorzitter, Mark. Want ze wilden iets bespreken met mij. En diezelfde avond hadden ze nog een coalitieoverleg over de 2 miljoen bezuinigingen. En toen, ik dacht, het zal wel een beetje voorbereid zijn voor dat gesprek. Ik kwam 5 uur, 2 heren binnen bij mijn kamer en ik zag aan hun gezichten al dat het niet voor een leuke gesprek ze kwam. Toen vertelden ze dat een week van tevoren fractie vertrouwen in mij opgezegd had.
Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht dat ze een grap maakten of wat dan ook. Ik zei, ja, een week geleden. En komen jullie nu mij vertellen pas? Want ondertussen was dat bij jullie in de website een verhaal gestaan waar iedereen om gelachen heeft. Dat ik wellicht de begrotingsbehandeling niet zou halen. Ik heb zelf ook omgelachen en grapjes over gemaakt. En ze hebben ook nog in de tussentijd gelek naar buiten dat ze deze besluit hebben genomen. Nou, dat vind ik zo laag, zo achterbaks en zo oneerlijk. En dan hebben ze daarna met mij samen overleg gehad, pilsen gedronken. Niemand heeft mij iets gezegd. Week later. En diezelfde avond hadden ze coalitieoverleg. Hebben ze tegen de mensen ook niet verteld. Nou, volgens hun was ik niet in mijn kracht. En dat hebben ze na 7,5 jaar ontdekt. Zij vonden dat ik wat krachtiger moest optreden en noem maar op. En toen vroeg ik door en toen blijkt dat het toch over die 2 miljoen bezuiniging, zeg maar. Dat had ik dan niet moeten accepteren. Maar ik heb die avond meteen naar de burgemeester gebeld. En heb ik gezegd van, ja, dus dit en dit gebeurt en ik stop ermee. Nou, Hubert die, zeg maar, die vangt mij op en die zei ook, weet je, toch wacht maar een dag even. Want ze zijn toch onderhandelen, misschien komen ze helemaal niet uit dat de coalitie helemaal uit elkaar gaat. Dan hoef jij niet eens af te treden of zoiets. En nou, ik heb nog een dag gewacht. En het blijkt dat ze die avond in de coalitieoverleg ook niks gezegd hebben tegen de andere partijen, wat ze met mij gedeeld hebben. En nou, toen die partijen dat hoorden, ja, die waren echt woest. Anderhalf jaar later, kijk, dank je terug. Kijk, men zegt vaker, in politiek heb je geen vrienden. Nou, dat is misschien ook zo, maar ja, ik ben ook ruim 30 jaar lid geweest van deze partij. Ik heb ook bij de partij, zowel bij de afdeling, maar ook bij de landelijke partij, onderzoek gevraagd naar het gedrag van deze mensen. En ja, dat wilden ze niet. En onafhankelijk onderzoek. Omdat dit niet alleen maar met mij gebeurt. Dat is in het verleden met Paul ook gebeurd. Bij de afscheid van Paul Dibbla, er waren maar 2 PvdA'ers in de zaal. Dat was ik en Hannekens. De rest was niet welkom. En dat is toch jammer, want deze man die is nu zeg maar, een van de zeg maar, goede burgemeesters die wij in dit land hebben. En dus dit is heel schadelijk voor de politiek. Ja, ik heb uiteindelijk ook mijn lidmaatschap opgezegd. Ik vind niet, ik kan dat niet opbrengen, alhoewel ik nog steeds een sociaaldemocraat ben, om van een partij lid te blijven die zo met mensen omgaat.